Laagste gevoelstemperatuur ooit in de VS. In het noordoosten van de Verenigde Staten zijn dit weekend veel koude records verbroken. Op Mount Washington, in de staat New Hampshire, werd gisterochtend lokale tijd een temperatuur gemeten van maar liefst min 43 graden. In combinatie met windstoten van 177 km per uur leidde dat tot een gevoelstemperatuur van min 78, de laagste ooit gemeten. De laagste gevoelstemperatuur die tot nu toe werd gemeten in de VS, was ook op Mount Washington. In 2004 werd daar een gevoelstemperatuur van min 74,8 graden Celsius gemeten. Ter vergelijking, in Nederland werd de laagste gevoelstemperatuur van dit millennium gemeten in Lelystad. Daar was de gevoelstemperatuur op 7 februari 2012 volgens het KNMI min 28,6 graden Celsius. Gevoelstemperaturen zoals nu gemeten zijn op Mount Washington zijn levensgevaarlijk. Stelt meteoroloog Leander de Wit van Buienradar, zonder bescherming loop je binnen een paar seconden al risico dat je ledematen bevriezen. En na een paar minuten kunnen ze al beginnen af te sterven. De bijna 2000 meter hoge berg staat bekend om zijn extreem weer, maar ook in lager gelegen gebieden was het enorm koud. In Boston daalde de temperatuur tot min 23, volgens de National Weather Service, NWS, de laagste temperatuur die sinds 1957 in de stad is vastgesteld. De gevoelstemperatuur lag daar onder de min 34. In New York daalde het kwik tot min 16. Uit de staat Maine kreeg de NWS meldingen van zogeheten vorstbevingen, die ontstaan als water in de grond bevriest en het gesteente doet scheuren. Dat leidt tot een diep gerommel en soms zelfs schokken zoals bij een aardbeving. Jeremy Reiner, Adje Reiner rond 7 februari 3, 2023. Naast vorstbevingen, veroorzaakte de extreemvorst ook krakende bomen. Het extreem koude weer heeft tot gevolg dat de sappen in de boom kunnen bevriezen wat leidt tot barstjes in de stam. Zo meldt Weer.nl soms kan dat zelfs zo heftig zijn dat de boom barst. De Washington Post schreef dat er meerdere meldingen van exploderende bomen zijn gedaan. Temperaturen was min 15,4 graden Fahrenheit. Dit loud bankkamer from the swamp behind met pik twittercom C0W5PQ3R0 uur. Skiwarn Fox, Advaldor Fox, februari 4, 2023. De NWS waarschuwt dat de kou ook vandaag nog aanhoudt. Daarna lopen de temperaturen snel op, tot een graad of 6 morgen.